Wat zou je doen als je binnen een paar maanden klaar moest zijn om op de cover van een mensheld te verschijnen? Ik ben Bernard van Project IJzersterk en ik heb al acht mannen begeleid naar die ultieme fysieke transformatie. En één van die mannen was ik zelf. Vandaag bespreken we drie verrassende geheimen die ik van deze mannen geleerd heb. En hoe jij ze kunt toepassen om jouw lichaam naar een hoger niveau te tillen. Laten we beginnen. De eerste leerzame en stimulerende samenwerking was die met Willem de Bruin. Onder andere bekend van het dynamische hip duo The Opposites. En inmiddels is hij ook solo, schrijver en artiest. Willem was eigenlijk al in best wel heel goede shape toen we begonnen. Het was voor hem een kwestie van de puntjes op de i zetten. Er was niet een hele grote transformatie nodig. Alleen Willem zat met een flinke schouderblessure die hij bij het boksen had opgelopen. Nog een uitdaging was dat in verband met zijn drukke agenda, meerdere verantwoordelijkheden, er eigenlijk niet, geen zeeën van tijd waren om heel veel een krachttraining te doen. Dus we kozen voor een trainingsprogramma van drie keer in de week. Het memorabele van deze transformatie was dus zeker niet een. Heel complex zesdaags trainingsschema, waarbij hij twee uur per dag, per dag aan het zoeken was. Of de geavanceerde trainingstechnieken die we hebben toegepast. Want heel eerlijk, dat was allemaal helemaal niet aan de orde. We maakten een redelijk simpel full body programma voor drie dagen in de week en we pasten zijn oefeningslectie aan op de schouderblessure. Dingen die mij wel tot vandaag de dag zijn bijgebleven, zijn Willems zijn werkethiek en leergierige opstelling. Willem luisterde aandachtig naar alles wat ik of de begeleidende fysio voor zijn schouderblessure hem te vertellen had. En hij deed consistent zijn uiterste best om dit goed te implementeren. Hij stond niet zes keer in de week als een maloot twee uur per dag met gewichten te smijten in de sportschool. Hij ging gecontroleerd te werk. Ik legde hem uit dat we mogelijk beter met de schouderblessure om zouden kunnen gaan... als we de, het gewicht dat we bij de oefening gebruikten zouden verlagen, de repetities zouden verhogen... Heel gecontroleerde de oefening uit zouden voeren en wel tot in de buurt van spierfalen zouden kunnen komen. Op die manier zouden we met een lagere belasting in de pezen en gewrichten alsnog een hoge spiergroeistimulans kunnen geven. Veel mensen zijn trots op hun vermogen om no pain, no gain. Alles te geven in de gym en helemaal tot het gaatje te gaan. En hoewel er zeker waarde zit in jezelf kunnen uitdagen, kan het soms. Veel meer discipline vergen om jezelf in te houden. Om een stapje terug te nemen in het gewicht dat je gebruikt en gedisciplineerd, consistent met de juiste techniek te trainen. En niet alleen de eerste drie reps met controle uitvoeren, maar die controle tot aan het einde van de set vol te houden. Elke set die je doet. En niet dat je altijd perfecte techniek hoeft te hebben of dat je met een beetje slordige techniek kunt niet kunt groeien. Maar het is een kunst om te weten wanneer je gas geeft en te weten wanneer je ietsjes op de rem staat. En door die focus en discipline, door het vermogen om zijn ego aan de kant te zetten en zich gedisciplineerd in te kunnen houden en zijn oefeningen goed uit te voeren, kon Willem alsnog die puntjes op de i zetten en zijn lichaam transformeren voor de cover van een mensheld, terwijl hij herstellende was van een pittige schouderblessure, De volgende mensheldman die ik mocht begeleiden, was ikzelf. Los van de standaard edities van Mens Health met een BN'er op de cover, meestal een BNR of een, of een atleet um, of soms een, een bekend persoon uit een ander land, een Hollywoodster bijvoorbeeld, en maken ze ook af en toe een speciale editie. Uh, bijvoorbeeld een Transformation Guide en daar staat dan vaak een onbekend model op de cover. En tot mijn grote eer kreeg ik de kans om op die cover te staan, aangeboden. Een belangrijke kanttekening, belangrijke uitdaging hier alleen... was dat die fotoshoot, toen ik hiervoor werd gevraagd... al binnen tien weken zou plaatsvinden. En in verband met de groeifase die ik in de maanden daarvoor had gedaan... was ik niet in de allerbeste shape van mijn leven op dat moment. Dus ik wou hard aan de bak. De les hier zat hem niet in die tien weken voorbereiding. Daarin heb ik mijn best gedaan om volgens dezelfde uh, principes... die we met de leden van Project IJzersterk toepassen... Zo goed mogelijk droog te trainen. Om een afgetrainde look met een hoge mate van spierdefinitie, duidelijke lijnen tussen de spieren te creëren. Want ik vind dat een mooi gezicht op de cover van een mens. En ik ben tevreden over, over de mate van resultaat die ik in die korte periode van minder dan 10 weken kon boeken. De les had hem vooral in wat ik in die maanden daarvoor had gedaan. Ik was namelijk onnodig veel vet aangekomen in de groeifase die daaraan vooraf ging. En ik heb de prijs daarvoor betaald doordat het een minder goed resultaat was dan het had kunnen zijn. Ik ben alsnog heel blij en heel trots op het resultaat dat ik heb bereikt. Maar ik had dezelfde fout gemaakt die ik andere mensen heel vaak zie maken. En uh, dit is een, inmiddels al een aantal jaren geleden. Dit was in 2020, als ik het goed heb. Um, maar de fout die, die mensen vaak maken wanneer ze bulken of een groeifase doen om spiermassa aan te komen, is dat ze simpelweg te snel aankomen, het te losjes nemen en, en onnodig veel vet aankomen. Dus wat er vaak fout gaat, is simpelweg een te groot calorieoverschot. Het is heel verleidelijk om te denken: meer eten is beter. Of, ach, ik ben nu toch aan het groeien. En, en eigenlijk is dat gewoon een grote valkuil. Het kan zelfs in sommige gevallen simpelweg een excuus zijn om. ...je overmatige eetgedrag te rationaliseren... <laughs> ...wanneer je nog een portie friet of een cheesecake bestelt. Ik ben gewoon aan het bulken, bro. De hoeveelheid spiermassa die je kunt opbouwen van week tot week is redelijk beperkt. Dus als je met een heel groot calorieoverschot op een heel hoog tempo aankomt... ...dan kan het niet zijn dat het allemaal spier is. Dan zal het voor een heel groot gedeelte vet zijn. En dat is gewoon ontzettend zonde als jij het liefst... ...een afgetraind lichaam met een laag vetpercentage hebt. Zeker wanneer je hard je best hebt gedaan om dat vet te verliezen... En in mijn geval betekende het de, dus dat het eindresultaat wat ik in die 10 weken kon bereiken nou, net iets minder goed was dan als ik die groeifase beter had uitgevoerd. Dus tijdens een groeifase wil je eigenlijk... Dus de belangrijkste les is dat je tijdens een groeifase eigenlijk minstens net zo gecontroleerd te werk wilt gaan als tijdens je droogtrainfase. Je wilt met een klein calorieoverschot heel rustig aankomen, zodat je niet onnodig veel vet aankomt. En ik raad eigenlijk de meeste mensen pas aan om bulk te overwegen als ze al en weet hoe ze moeten droog trainen, weten hoe ze een laag vetpercentage moeten onderhouden. Leer dus eerst hoe je je e-patroon goed inricht en een afgetraind lichaam onderhoudt. Dan heb je een afgetraind, dan heb je een gezond en gespierd lichaam. En als je dan nog steeds gemotiveerd bent om te groeien, zorg dan dat je het met beleid doet. Zodat je niet onnodig veel vet aankomt en zodat je je shape niet meer schade doet... Dan goed. Andere hele bijzondere en leerzame transformatie was die van Thomas van der Vlucht van Stuk TV. Thomas was namelijk totaal niet in cover shape toen we aan de transformatie begonnen. En er stond ook nog eens meer op het spel: hij wou niet alleen fit worden voor de cover van Mensheld... Health, hij maakte ook een programma voor een van Nederlands grootste YouTube-kanalen. Stuk TV, waar hij een belangrijk onderdeel van is. Dus de samenwerking met Thomas was de eerste die een flink risico ook voor mij met zich meebracht. In ieder geval, zo voelde dat. Willem was al goed fit toen we begonnen. En toen ik zelf klaarstoomde voor de cover, wist ik natuurlijk, had ik een goed idee van wat ik zelf met mijn lichaam kon bereiken. Omdat ik al eerder vergelijkbare transformaties had gedaan. Thomas was nog niet fit toen we begonnen. En daarnaast stond hij bekend als iemand die wel van een feestje, een drankje en een hapje. Uh, hield. Dus die lekker van het bourgondische leven, zo gezegd, hield. Daarnaast heeft hij een enorm druk en hectisch bestaan met hele lange draaidagen. Hij had wisselende werktijden. Hij moest soms nachten doorwerken. Hij had veel sociale gelegenheden en evenementen en er was vaak op reis voor zijn werk. Tijdens deze vijf maanden was hij ook van plan om te leren helikoptervliegen, een top 1 hit te scoren en racecoureur te worden. En daarna zou hij nog even een boek publiceren. Dus het risico was wat? Als het niet zou lukken. Wat als we er niet in zouden slagen om hem cover ready te krijgen? Als het een flop zou worden, dan stond mijn naam als coach en die van Project IJzersterk ook op het spel. En dan zou alle moeite van Thomas, van de redactie van Mensheld en natuurlijk het productieteam van Stuk TV voor niks zijn geweest. Maar ik hou wel van een uitdaging en ik ben zeker niet risico-affairs aangelegd. Dus ik was heel enthousiast over deze kans en greep hem me met liefde. Met beide handen aan. Even heel kort tussendoor. Heb jij een laag vet waar je niet vanaf komt? Heb je al meerdere dingen geprobeerd, maar zie je nog niet het gewenste fysieke resultaat? En wil jij, net als deze covermannen, onder begeleiding van mij en mijn team, in 12 weken tot 10% vet verliezen en een sterker, strakker en fitter lichaam bereiken? En we doen dit met een duurzaam en flexibel dieet waarbij je gewoon lekkere dingen kunt blijven eten en van sociale gelegenheden kunt blijven genieten. En het werkt al vanaf twee trainingen per week. Ben je het zat om veel moeite te stoppen in weinig resultaten? En is het tijd voor blijvende verandering? Plan dan nu een gratis transformatieconsult via de link in de beschrijving. En dan gaan we met jou in gesprek of we jou kunnen helpen om je droomlichaam te bereiken. Het gesprek is geheel gratis en vrijblijvend. Dan gaan we terug naar de podcast. Er was alleen nog een groot probleem: alle sportscholen waren dicht. Want het was tijdens de pandemie. Dus we moesten het doen met een barbel, een rek, een bankje en een set verstelbare dumbbells die Thomas in huis had gehaald. Het resultaat van deze transformatie is er één waar ik heel erg trots op ben. Natuurlijk gedeeltelijk voor mezelf als coach, maar grotendeels op de onvermoeibare inzet van Thomas tijdens deze vijf maanden. De, de before en after van deze transformatie is ook te zien op ons uh, Instagram-kanaal. En daarnaast is het programma van Stuk TV op YouTube te vinden. De titel is Covermodel in vijf maanden. En deze video is inmiddels al 3 miljoen keer bekeken. Maar nu denk je misschien: oké, okay, maar wat waren de lessen dan? Nou, er waren een heleboel waardevolle lessen tijdens deze transformatie van vijf maanden. Maar wat in mijn ogen voor degene die luisteren naar deze podcast, mogelijk de belangrijkste is, is dat je ook kunt transformeren als je geen. Sportschool tot je beschikking hebt. Dat je ook kunt transformeren als je aan het rennen en het vliegen bent voor je werk en allerlei ballen hoog hebt te houden. Dat je ook kunt transformeren als je soms laat opblijft of vaak onderweg bent voor je werk. En zelfs als je vaak naar het buitenland gaat voor vakanties of werktrips. Je hebt geen perfecte omstandigheden nodig. En sterker nog, Juist als je leert om fit te worden en te blijven wanneer de omstandigheden uitdagend zijn, is de kans dat je fit blijft voor de rest van je leven vele malen groter. Dan weet je namelijk wat je moet doen als er druk op je agenda komt te staan. En dan heb je het vertrouwen in jezelf omdat je dit al eerder hebt ervaren. Het gaat om consistent hard trainen. Dit kan in een home gym, maar dit kan ook in een hotel gym. En het kan zelfs met een set van weerstandsbanden en lichaamsgewicht als het moet. Het gaat om consistent de juiste voedingsstoffen binnenkrijgen. En dat kan door je eigen maaltijden te maken. Maar het kan ook door slimme keuzes te maken als je buiten de deur eet of op vakantie bent. En daarnaast gaat het om de meeste dagen een beetje redelijk slapen. En dat zijn de enige echte vereisten. Hoe je aan die dingen kunt voldoen, is een kwestie van roeien met de riemen die je hebt. Kijken naar oplossingen in plaats van problemen. En kijken naar je persoonlijke levensstijl omstandigheden en voorkeuren. Er is in de meeste gevallen niks wat je echt tegenhoudt om in de beste shape van je leven te komen. Als je het echt wil, dan kan het. De excuses die je jezelf vertelt waarom het nu niet het moment is of waarom deze situatie anders is, die zijn waarschijnlijk niks meer dan dat. Excuses. En als jij deze aflevering waardevol vond, dan heb ik goed nieuws. Er staan namelijk nog een aantal andere Interessante en waardevolle lessen, gelinkt in de beschrijving, die je gratis en voor niets kunt bekijken. Er staat ook een interview bij met Jufat Westendorp, een van de andere Men's Health covermannen die ik begeleid heb, die je mogelijk interessant zult vinden. Dus ga die vooral checken en vergeet niet te liken en te abonneren op dit kanaal. Tot de volgende!